Minister, is het mogelijk voor u om op die enkele aanvullende vragen direct in te gaan? Ja? Dan is de minister aan het woord in tweede ronde. Ja, minister. Dank u wel, voorzitter. We moeten beginnen met de vraag over de rapporten van de monitoringscommissie. Die zijn beschikbaar. Dus dat is de antwoord op de vraag. Voor wat betreft het transporteren naar welke landen van afval, in dit geval chemisch afval, die landen zijn aangegeven ook in het verdrag. Dus de landen die het kunnen verwerken, die daar naartoe wordt het getransporteerd. En in het verleden, toen het verdrag was er nog niet, moest er bilateraal een overeenkomst gemaakt worden. En dat werd gemaakt met Nederland, voor wat betreft de PCB's. En dat duurde 2 jaar. Nu hebben we de keuze uit de landen die partij zijn binnen het verdrag. Ten aanzien van hoe passen deze twee verdragen in de totale wetgeving. In planning is om ook de integrale milieuwet hier te hebben, waarin dus deze twee verdragen helemaal in passen. Dank u wel, voorzitter. Ja. Dus dat laatste, als ik het goed begrijp, dan wordt de milieuwet zo ontworpen dat die aansluit op het verdrag. En oké, tevreden leden? Ja, goed, dat is het minister. Tweede ronde, leden, oké. Sluiten we de tweede ronde af voor de regering.